Het niet geven van een bail aan Uniper, dat zou kunnen leiden tot een crisis zoals het niet geven van een bail aan Lehman Brothers dat deed. Dus eigenlijk zie je dus een verarming dat de mensen die weinig over hadden, die hebben nog minder over. En die gaan dus bezuinigen op alle, op alle luxe en op alle franje. We zitten nu nog in de fase dat alles uh, gunstig lijkt, in de zin dat de economie groeit nog een beetje, de werkloosheid is laag. We hebben veel spaargeld, maar alle, alle seinen staan eigenlijk nu op rood. Hallo allemaal, welkom bij de derde aflevering van Holland Gold Legt Uit. Mijn naam is Jorrit Beensboer. en tegenover me zit Frank Knopers. Ook al bekend van het boek Van Goud tot Bitcoin en van GeoTrendlines, een onderzoeksplatform waar, waar dagelijks geopolitieke, geopolitieke en economische uh, analyses worden geplaatst. Frank, onwijs bedankt dat je hier bent. Ja, leuk om hier te zijn weer. Ja, yeah. de afgelopen weken zie je in elk... Elk nieuwsblad, oftewel uh, van andere publicaties, zie je dat we afstreven op een economische crisis. Ja. Uh, we, je merkt het ook: de koopkracht gaat achteruit van de consumenten. Uh, in deze aflevering gaan wij natuurlijk uitleggen wat uh, een economische crisis is, hoe we daar terecht komen en hoe we eigenlijk op deze positie zijn gekomen. Mm -hmm. Kan jij jouw visie geven over de hedendaagse markt? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat uh, de kranten staan vol met recessieverhalen en wat er op ons afkomt. Dus eigenlijk is is nu al evident dat het, uh, dat het gaat draaien. Dat de markt nu weer ongunstig wordt. En je ziet al heel veel dingen terug ook in de cijfers. Dat, dat de economie minder, of minder groeit en dat de energieprijzen uh, ontzettend hoog blijven. En dat, uh, dat zal meer onzekerheid met zich meebrengen. Ik denk voor heel veel huishoudens die moeilijk rond kunnen komen. dat het alleen maar uh, moeilijker zal worden de komende tijd. Plus dat heel veel bedrijven ook uh, last gaan krijgen van, van vraaguitval. Dus mensen die gaan bezuinigen op, uh, op grote aankopen. Waardoor heel veel bedrijven ook gewoon hun orderboek zien uitdunnen. En daardoor krijg je dus over een wat langere termijn, over een half jaar of over drie maanden, meer, uh, ja, meer problemen in die hoek. Ja, in, onze, in onze eerste aflevering hadden we het namelijk over het artikel van Zolt en Poser uh, over Bretton Woods 3. Waarbij we aangaven dat grondstoffen steeds belangrijker wordt binnen de, binnen de, binnen de geopolitiek in ja. plaats van de valuta. Mm -hmm. uh, de energiemarkt, uh, die is spek Speelt een hele belangrijke rol uh, op de recessie die gekomen gaat. Dat is ook een van de oorzaken, mogelijke oorzaken daarvan. Mm -hmm. uh, hoe zie jij de energiemarkt op dit moment? Nou, Wat jij ziet is dat uh, Europese landen hebben besloten om, uh, om een bepaald beleid te voeren met die sancties. Om dus af te, uh, af te bouwen met zo'n Russische afhankelijk van Russische energie. En dat heeft tot gevolg gehad dat eigenlijk, uh, omdat er geen alternatief is, eigenlijk, er zijn onvoldoende andere energiebronnen, dat er een heel veel onzekerheid in de markt is, waardoor die prijzen heel hoog blijven. En zie je bijvoorbeeld dat Europa nu vloeibaar aardgas aan het kopen is. Dat kopen ze op een wereldwijde markt. Eerst was dat een regionale markt waar landen, vooral landen in de regio, bevoorraden. Ja. En nu gaan Europese landen zich daarin mengen en ook andere landen. En dat daar de prijzen gigantisch aan het stijgen zijn. En dat zorgt voor enorme hoge energierekeningen. Niet alleen bij ons, maar ook in de rest van de wereld. En er werden eerst lange termijn contacten afgesloten met Rusland. Ja. Waardoor we voor een bepaalde tijd vast zaten aan de prijs. En nu we daarvan af zijn gestapt, merken we ook dat wij. Uh, eigenlijk de, spot, de prijs betalen op dit moment die de markt. Ja, ja eigenlijk vorig jaar waarschuwde Poetin er al voor. ...van Jullie zijn zelf nu een uh, probleem aan het veroorzaken door uh, minder langlopende contracten af te sluiten met ons. En meer uh, spotcontracten, uh, dus dat je het gewoon ter plekke inkoopt. En dan morgen weer ergens anders. En het gevolg daarvan is dat je dus nu veel meer betaalt voor je energie. Er uh, is dus in Duitsland een uh, energieleverancier Uniper. Die doen heel veel gas inkopen uit Rusland en dan weer leveren aan bedrijven. En die hebben gigantische problemen nu. Want Uniper heeft die prijzen vastgelegd met, met de klanten, met de huishoudens en bedrijven en gemeentes. Maar ze moeten nu inkopen tegen veel hogere koersen omdat ze die contacten met Rusland niet uh, mogen volgen. Want Rusland vraagt betaling in roebels. Nou, Uniper die mag dat niet. Die, betaalt dan, uh, ja, die kan niet betalen in roebels, dus die wordt dan daarin tegengehouden. Dus je moet alternatieven zoeken op de termijnmarkt. En daar is de gasprijs dus nu 160 euro per megawattuur. Ja, dat is gewoon uh, zeven keer zo hoog als twee jaar geleden. Ja. En het inkopen van dat gas wordt veel duurder. Dus elk, elke dag heeft het bedrijf gewoon 30 miljoen euro tekort nu. En in de nieuwsberichten zie je ook dat ze 9 miljard uh, nodig hebben nu aan staatssteun. Om, uh, om overeind te blijven. En het wordt zelfs gezegd dat er een soort van Lehman-reactie kan komen door het, op basis van de energiebedrijven. Ja, ja het, het niet geven van een beeld-out aan Uniper. Dat zou kunnen leiden tot een crisis zoals het niet geven van een bail-out aan Lehman Brothers dat deed. Ja. Maar dan in de energiemarkt. Dus dat meer energiebedrijven die dus gas inkopen en ook steenkool en olie, dat die in de problemen komen. Ja, maar kan je uitleggen hoe de hoge energieprijzen eigenlijk effect hebben op de consument? En op het totale uitgaven van de consument. Ja, eigenlijk gaat het stapsgewijs. De directe effecten uh, dat zie je aan, aan de pompen bijvoorbeeld. De prijs van benzine en diesel, dat merk je direct. Dat is gewoon binnen een dag wat het verhoogt. Maar lang, langlopende effecten zijn bijvoorbeeld uh, je energierekening. Elke dag zijn er weer mensen waarbij hun contract afloopt. En die moeten nu voor een hogere prijs weer verlengen. Dus uh, gaandeweg, hoe langer dit duurt, hoe meer mensen die hun contract afloopt. En de energieprijzen stijgen voor, uh, voor stroom en voor gas. En je hebt nog de, de prijzen van de boodschappen. En van andere goederen, waar dus energie voor nodig is. Ja, die gaan ook langzaam stijgen. Dan zie je in de inflatiecijfers ook terug. Dat de inflatiecomponent van energie, dat vlakt iets af. Maar de inflatiecomponent van, van levensmiddelen, dat neemt juist toe. Ja. Die prijzen beginnen nu pas te stijgen. Dat is een tweede ronde effect. Dus dat, ja, consumenten raken dat. Ja, die zien het in de energierekening. Die zien het in, uh, ook in de prijs van boodschappen en op termijn kan het ook effect hebben op de, op de bedrijven. En daarin is het belangrijk ook om te onthouden... dat de salarissen niet even hard meestijgen. Dus dat het besteedbaar inkomen van de klant... Uh, of van de consument steeds minder wordt. Ja, ja. ja dat is wel grappig. Want uh, Kees de Kort was hier te gast... en die zei ja. een heel mooi het voorbeeld van die economen... die uh, van ja, er zijn heel veel spaartegoeden in Nederland... hebben heel veel gespaard met z'n allen. Maar het spaargeld zit bij, bij de rijke mensen inderdaad... en niet bij de mensen die nu in de problemen komen. Dus die hebben daar eigenlijk niet heel veel aan. Dus eigenlijk zie je dus een verarming dat de mensen die weinig over hadden, die hebben nog minder over. En die gaan dus bezuinigen op alle, op alle luxe en op alle franje. Ja. En wat voor, wat voor effect hebben de hoge energieprijzen op onze economie? En dan bedoel ik met name de bedrijven. Want we hebben ook veel bedrijven die afhankelijk zijn van het Russisch gas. Ja, en dat, onders, dat bijvoorbeeld is per uitland. sector weer, weer verschillend. In Nederland hebben we bijvoorbeeld de glastuinbouw met, met gasverbruik wat ze daar hebben. Voor kunstmest hebben we heel veel gas nodig. Staalfabrieken, dat kost heel veel energie natuurlijk. En de raffinaderijen kosten ook energie. Dus uh, dat zijn wel belangrijke uh, ja, sectoren die er heel veel last van hebben. Maar als je naar Duitsland kijkt, hebben we ook een grafiek uh, meegenomen van, het handels, uh, van de handelsbalans. Ja. Dan zie je dat de Duitsers eigenlijk al vanaf 1990 heel mooi aan het opbouwen waren met een handelsoverschot. Dus ze verkochten meer dan ze importeren. Maar door die hoge energierekening is in één keer het hele voordeel helemaal, uh, helemaal weggeslagen eigenlijk. Dus die, uh, ja, de Duitse autofabrikanten, de industrie en de chemie sector. Die hebben nu zoveel meer kosten aan energie dat eigenlijk de, ja. Ja, de winst van hun producten gewoon minder wordt. Ja. En hun concurrentiepositie verslechtert vergeleken met bedrijven die in Azië zitten of in Amerika. En wat, en wat voor, want de bedrijven in Azië en Amerika die kunnen, weer, uh, die kunnen goedkoper gas opkopen dan wij. Dus in het zie je dan ook. Wel, ja. zie je dan gas veel goedkoper dan hier. Zie je dan ook dat op een gegeven moment verliezen onze concurrentiepositie? Ja. Uh, zal dat ook uiteindelijk tot werkloosheid leiden? Ja, dat moet als wel als dit zo doorgaat, het beleid. En uh, we zijn er nog niet, hè, want er zijn sancties afgekondigd dat we gaan stoppen met het importeren van olie en gas en zo. Maar dat, ja, dat gebeurt nu een beetje, maar er moet nog meer gebeuren als de, als de EU doorzet met haar plannen. Want ik heb ook een grafiek, uh, en die zal ik zo in beeld laten zien, maar van de, ja, de import van gas en olie sinds het begin van de oorlog, ja die is maar 5% gebeld van Nederland. Ja. En Europees gemiddeld maar iets van 18%. Dus we zijn nog steeds heel veel energie uit Rusland aan het importeren. En als dat helemaal stopt, ja, dan ga je echt die hoge energieprijzen zien. Dan wordt het nog erger. En uh, in dat scenario kunnen bedrijven misschien helemaal niet meer rendabel uh, opereren in Duitsland. Nee, en dan gaan ze komt, naar andere landen toe. En dan komt de winter er ook nog aan. Uh, want we hebben ook onze gasvoorraden. Ja. Uh, die, zijn nog niet, die moeten 80% gevuld zijn. Waarom is dat zo, dit zo'n essentieel? Gaat al? nou, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat elk jaar is een soort van cyclus van het gasverbruik en Dat bereikt dan een dal in, in maart ongeveer, eind van de winter. En dan beginnen we weer met het opbouwen van voorraden. En je zag eigenlijk al de laatste jaren dat de laatste twee jaar die voorraden eigenlijk al minder waren. Dat komt natuurlijk voor een deel omdat Europa minder heeft ingekocht van Rusland, minder langlopende contracten. En door de zachte winter hebben we wel een voordeeltje gehad, afgelopen winter, waardoor we nu eigenlijk redelijk goed zitten nog. Die voorraden die zijn nu weer aan het stijgen. Dus we gaan weer richting die 80%, misschien wel 100%. Maar dat is op voorwaarde dat Rusland blijft leveren. Dus in principe is er genoeg gas. Maar als Rusland morgen de kraan dichtdraait, dan komen we niet bij die target. We zitten nu op 60%. En we moeten naar 80 of 90% toe. Dus eigenlijk de, de, de vraag is wat, uh, wat Rusland gaat doen. We zijn eigenlijk een beetje in die zin, uh, zijn we wel afhankelijk. Yeah. Dus nu hebben we een van de katalysatoren van de aankomende recessie hebben besproken. Uh, dat is de energieprijs en de energierekening die we dan eigenlijk daarmee ook krijgen. Ja. Waardoor we ons mogelijk wegconcurreren vanuit de wereldmarkt met onze producten. Ja, en dus meer bedrijven dus uh, gaan vertrekken of we niet uh, vol kunnen houden. Wat mogelijk leidt tot werkloosheid. Ja. Uh, zijn er ook nog andere trends die we nu zien, die we in de gaten moeten houden voor de recessie die komen gaat? Nou, wat je ziet op, uh, op internationaal vlak, als je wat uitzoomt, dan zie je dat er uh, monetair ook heel veel dingen gebeuren nu. Centrale banken die de rente verhogen. Ja, dat zorgt al voor heel veel stress in de markt. Dus de rente op uh, staatsleningen is flink gestegen. Maar ook de rente op hypotheekrente uh, is flink gestegen. Ja. Yeah. Ja, dan zie je dus nu ook al de gevolgen van uh, op de huizenmarkt. Want tot een paar maanden geleden zat je echt in, in de storm van overbiedingen en. Uh, Hele bezicht die ramvol zaten bij huizen. Ja, nu is het opeens uh, zo van stilte. Vergeleken met hoe het een paar maanden terug was. En die, die effecten ga je dus ook zien op de huizenmarkt. En het monetaire beleid kan eigenlijk niet heel veel meer doen nu. Als de ECB de rente te veel verhoogt, dan. Ja, dan wordt de economie nog ongunstiger eigenlijk. Dan wordt het nog problematischer. Ja. En als ze de rente niet verhogen, dan uh, gaat de inflatie de hand lopen. Dus uh, het monetaire beleid dat heeft ook effect op, uh, op de euro bijvoorbeeld. De euro is ook naar 1,03 gezakt tegenover de dollar. Nou, een tijdje terug stonden we op 1,25. voor nog op 1,30. Dus eigenlijk Europa is al aan het, aan het uh, pijnleiden in die zin met die wisselkoers. Want de dollar is wel belangrijk omdat de meeste grondstofleiding worden gekocht. Uh, dat is inderdaad het geval, maar ook een vlucht naar, naar veiligheid op internationaal niveau. Omdat heel veel landen ook uh, leningen hebben in dollars. China heeft heel veel dollarreserves, maar ook heel veel bedrijven in China die hebben in dollars geleend. Dus zodra de paniek komt, dan gaat iedereen toch wel vluchten naar die dollar. Dus je ziet de dollar nu aansterken. Je ziet de roebel aansterken. We hebben ook een grafiek van de valuta. We zien dat de roebel eigenlijk het uh, beste presteert nu. Ja. Maar uh, ja, voor, uh, voor de euro is het daar geen heel slecht verhaal. En wat voor gevolgen heeft de stijgende dollar op de rest van de markt? Is dat natuurlijk uh, dat je koopkracht ook achteruit gaat? Vooral met derde wereldlanden bedoel ik dan? Ja, ja vooral opkomende markten die, die hebben er al problemen mee met hoge energieprijzen, hoge voedselprijzen. En als de dollar ook nog stijgt, dan hebben die bedrijven daar, die leningen hebben in dollars, of die grondstoffen moeten importeren in dollars, die hebben dan uh, ook een ongunstiger uh, plaatje. Dus in die zin is het wel uh, ja, bijna een perfect storm eigenlijk, als je ja. alles bij elkaar vat. Dus we hebben de huizenmarkt, uh, waar, waar een kantelpunt plaatsvindt. We hebben de energiemarkt, we hebben de dollar die steeds sterker wordt. Zijn er nog andere punten? Voor ja. de perfect storm waar je het net over had. Ja, nou, het is eigenlijk wel, uh, wel schrijnend. En je hebt dan de, de sancties. Dat we dachten van gaan uh, Rusland raken. omdat ze iets. omdat ze een land zijn binnengevallen. En het gevolg is dat we ze gewoon meer geld geven eigenlijk. nu. Want we importeren nog steeds. Uh, energie uit Rusland. Dus in die zin. Uh, denk ik dat heel veel mensen. die ook al het onvrede zal toenemen. Mensen denken van. Hey, met het beleid dat gaat helemaal niet. Uh, gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja. Dat ze in Den Haag allemaal dingen aan het bedenken zijn waar, uh, waar wij last van hebben. En waar Rusland, die we eigenlijk proberen te raken, minder last van heeft. Ja. En ik, heb ook een, uh, ik zal het ook zo laten zien zo. Maar dan heb je ook dat, dat Rusland heeft nu meer inkomsten heeft dan een jaar geleden. Want ze hebben iets minder verkoop nu van olie en gas. Ze geven korting aan India en China. Maar omdat de prijs zoveel hoger is, is hun winst gewoon hoger. Dus daar hebben ze eigenlijk helemaal geen problemen met die hele sancties. Daar kunnen ze gewoon omheen. Dus in die zin, uh, ja, Europa is echt heel erg bezig om nu uh, een eigen voet aan te schieten. En ik denk, ik denk dat dit een mooie update is over wat wij, uh, waar we nu staan. Uh, wat zijn de volgende stappen die we kunnen verwachten? Welke, welke indicatoren moeten we in de gaten houden, zodat we zelf eigenlijk een houvast kunnen bieden van oké, okay, als, als dit plaatsvindt, dan moeten wij ervoor zorgen dat we daarop kunnen reageren als we zelf zijn, vermogens bouwt. Uh, en daar heb ik met name over, uh, welke, wat zijn de volgende stappen? Ja, volgende stap. En wat je eigenlijk ziet is dat uh, tot voor kort was, de, was het, het verhaal van de grondstoffenprijzen stijgen. Alles wordt duurder. Maar waar je nu naartoe gaat is een situatie waarbij er ja, zoveel vraaguitval komt. Dat consumenten moeten bezuinigen. En dat bedrijven minder gaan inkopen omdat de voorraden van bedrijven toenemen. Dat er dus een rem komt op die, op die consumptie. Dan zie je ook in de grondstoffenprijzen dat uh, heel veel metalen koper, nikkel, zink... Die zijn al flink in prijs gedaald weer sinds de top. En ook heel veel andere grondstofprijzen dalen weer. En de olieprijzen is ook al een beetje weer aan het dalen. Dat is natuurlijk wel een heel grillige markt. Maar als het omslagpunt komt. en je ziet nu al dat heel veel grondstoffen goedkoop aan het worden zijn. dan is dat wel een teken dat, het, uh, ja, dat we richting echt een recessie gaan. En wat voor gevolgen heeft de rem op consumptie dan op bedrijven? Uh, wat voor neveneffecten brengt dat teweeg? Nou, ik hoorde laatst een voorbeeld van... Uh, ja, stel, je wilt verhuizen en je zet je, je zet je huidige huis te koop. Je hebt al een nieuw huis al gekocht, En je hoort nu de berichten van... Ja, mensen moeten hun prijs zakken om het snel te kunnen verkopen. Je ziet eerst overhuizen Je moet het weer. in prijs uh, laten zakken. Dan heb je misschien minder overwaren dan je dacht. En dan ga je misschien minder besteden aan je nieuwe keuken... in je nieuwe huis of je nieuwe badkamer. Of dat je dat toch maar niet doet. Dat je de oude keuken in laat zitten... Ja, dat soort dingen gaan dan helemaal doorwerken in die economie. Dat bedrijven dan toch dat gaan merken dat, er, dat het rustiger wordt. Ja. En dan krijg je dus ook in de aanvoerketen dat er dus vraag het val is. Ik zag laatst ook van Zalando uh, heel veel aanbiedingen... dat je denkt van ja, dat deden ze eerst niet. Dat lijkt alsof of ze veel meer voorraden hebben. Want ze waarschuwen ook voor uh, ja lagere winst... omdat gewoon heel veel producten blijven liggen. Nee, dus samenvattend, de corona kwam. Toen zijn we het belang van de voorraden hebben we het, zijn weer gekomen, Vervolgens ja, hebben allemaal voorraden ingeslagen... Alleen nu heb je... waardoor de tekorten kwamen. Alleen nu zie je aan de andere kant zie je de vraaguitval... doordat wij als consument steeds minder te besteden hebben... door de hoge energieprijs, door de hoge voedselprijzen. Ja. Wat als ik het goed begrijp... weer leidt tot een recessie. Uh -huh. Omdat wij een consumptiemaatschappij zijn. Dus hoe minder wij consumeren... hoe minder bedrijven winstgevend worden. Ja. Waardoor... Uh, hoe minder bedrijven winstgevender worden... waardoor zij eigenlijk mensen moeten ontslaan... omdat ze overtollig worden. Ja, zeker. Ja. We zitten nu nog in de fase dat alles uh, gunstig lijkt. In de zin dat de economie groeit nog een beetje. De werkloosheid is laag. We hebben veel spaargeld. Maar alle, alle seinen staan eigenlijk nu op rood. Alle vooruitzichten. Voor de economie. En wanneer komt dan het kantelpunt volgens jou? Dat we echt dat moment in gaan van: oké. Okay. Ja, dat was, uh, ik zag een uh, artikel van Goldman Sachs. Uh, analisten hadden ernaar gekeken. Van hoe lang duurt het voordat een nieuwe realiteit er is en dat de prijzen zich daarop aanpassen? Dat ging dan over de huizenmarkt. En daar is het over zes maanden. Dus uh, ja, dat zal per markt weer verschillen. Dat, uh, ik denk dat voor de huismarkt, dat zal, over een paar maanden zal het niet heel veel beter worden als het zo, rente zo hoog blijft. En ik denk dat de hele economie dan als geheel dat het eind, eind dit jaar al, uh, al heel slecht uit kan zien. Als Rusland de gaskraan dichteruit. Maar stel, er komt weer een uh, nieuwe overleg of uh, inpassen, uh, ja, de Europese landen toch. Tot inzicht komen dat de sancties niet werken. Ja, dan kan het er nog wel meevallen. Als we besluiten om uh, met Poetin te gaan praten. van hoe gaan we dit oplossen? Want juist die onzekerheid zorgt voor die hoge prijzen. Ja. Dus het kan heel, uh, heel slecht aflopen in die zin. Uh, als de gaskraan dicht gaat. Dat heeft ook al de Duitse minister Habeck al voor gewaarschuwd. Maar uh, het kan ook wel meevallen als er. Uh, een nieuw inzicht komt bij de politiek. dat. Uh, met de regeringsleiders. dat het zo niet gaat werken. Dus er is nog hoop. Er is in die zin al heel kleine hoop, maar uh, het ziet er wel somber uit. En wat je ook ziet, is dat er eigenlijk uh, Poetin laatst een uh, toespraak bij het St. Petersburg Economic Forum. Dat is alsof een zakelijke conferentie waarin die praten over de economische omstandigheden. En, uh, en daarin heeft hij ook gezegd: van ja, wat we nu zien, is dat eigenlijk uh, eigendomsrechten worden geschonden. Dat, uh, ja, dat Rusland die had bijvoorbeeld bepaalde bezittingen, valutareserves in Europese landen, in Amerika. En die zijn gewoon geblokkeerd. En Poetin heeft toch gezegd van we moeten eigenlijk kijken naar... Uh, dat andere landen die moeten eigenlijk kijken naar andere, andere soorten reserves. Want als je alleen maar valutareserves hebt en die onlangs in waarde dalen... dat 10% koopkracht afgaat per jaar... dat je dan misschien toch beter kunt kijken naar, uh, naar een andere soort van reserve. Dat je je eigen munt kunt gebruiken of dat je meer uh, ja, bijvoorbeeld goud kunt gebruiken. Dat nee. heeft hij niet gezegd dat laatste, maar dat zou het wel naartoe kunnen gaan. Want we zien ook een verschuiving op, op het wereldtoneel. Je merkt dat de BRICS steeds groter worden. Ja. Welke landen wilden zich ook weer ook aansluiten bij de BRICS extra? Ja, de BRICS, dat zijn dus uh, Brazilië, Rusland, India, China en uh, Zuid-Afrika. Uh, Zuid uh, Zuid uh, Zuid Dan heb je al best wel een grote economie. Maar uh, ja, nu heb je Iran, die wil ook uh, daarbij aansluiten. Dat is een belangrijke olieproducent en ook een belangrijke gasproducent. 80 miljoen inwoners. Dus dat is wel een serieuze economie. En ook Argentinië wil zich daarbij aansluiten... Dat is een belangrijk producent van, uh, van levensmiddelen, van vlees en dat soort dingen. Dus uh, dat is een heel groot blok aan het ontstaan van, van niet-westerse landen. Je kunt het de BRICS plus noemen. En dat zijn landen die allemaal nu gaan kijken van, hé, hey, we moeten eigenlijk al meer gaan samenwerken. En dat was laatst ook een bijeenkomst van die BRICS-landen, waarin ze ook uh, ja, eens met een, met een mok zaten, en, uh, met een videoconferentie van, we hebben allemaal nu hetzelfde plan, en dezelfde visie, en een gemeenschappelijke uh, bedreiging. Ja. In die zin is het westen is een, is een bedreiging aan het worden, soms. Voor Ze handelen het wel mee, maar uh, dat kan in één keer, uh, door sancties, kan dat over zijn. Want Amerikanen dreigen ook met sancties tegen landen die, uh, die aan de kant van, uh, van Rusland blijven staan. En de, dat, de landen in de BRICS zijn ook de landen die de sancties niet accepteren, toch? Ze uh, drijven alsnog handel met ja, dat Rusland. Ja, er zijn vaak landen die inderdaad wat pragmatischer kijken en die, uh, die gewoon willen handelen met Rusland. Zoals India en China, die hebben heel veel olie uh, geïmporteerd uit, uh, uit Rusland sinds de invasie. Daar hebben ook een grafiekje van die we kunnen laten zien. Dat eigenlijk uh, dat daar een verschuiving plaatsvindt. Dus die landen gaan allemaal elkaar opzoeken en die gaan elkaar proberen te helpen. Om een blok te vormen tegen, uh, tegen een steeds vijandiger uh, Westen. Wat steeds meer uh, ja, in zichzelf keert. Yes. Dus in die zin zie je wel twee verschillende machtsblokken ontstaan en dat, dat gaat de uh, komende jaren ook wel uh, zich verontwikkelen. En zal dat dan ook de rol van de dollar als wereldmunt ondermijnen en de euro? Dus dat hun valuta krachtig wordt ten opzichte van onze valuta. En wij importeren natuurlijk uh, veel grondstoffen uit die markten. Waardoor de, wij eigenlijk inflatie importeren? Is dat. Uh... Ja, dat is wel het effect. Bijvoorbeeld, uh, de euro was ooit gepositioneerd als een internationale munt. Tegenhanger voor de dollar. Waarmee Europa dus eigenlijk eindelijk onder het juk van Amerika vandaan kwam. Dat we onze eigen valuta hadden. Nou, waar de Rusland hadden we aan boord. Die gingen uh, olie en gas uh, in euro's afrekenen, steeds meer. Ja, dus dat was een heel mooi verhaal. Maar uh, nu heeft Europa eigen haar eigen ruiten grandioos ingegooid. Door het hele plan uh, om zeep te helpen. Want het vertrouwen in de euro is nu al, uh, nu al weg bij de Russen. Ze blijven het wel gebruiken misschien, maar ze gaan niet meer die munt uh, zo omarmen als ze eerst deden. En als je met je eigen munt olie en gas kunt kopen, is het goedkoper dan dat je het moet omzetten naar, uh, naar een andere munt. Ja. nu zijn we overgeleverd aan, uh, aan de eisen van, uh, van energieleveranciers van Rusland en van Saoedi-Arabië. Die kunnen dan de prijzen gaan bepalen. Dus voor Europa is het heel slecht nieuws eigenlijk. En de Amerikanen, ja, dat is gewoon de wereldmunt. Dus de Amerikanen hebben nog wat voordeel. Dat heel veel landen hebben dus dollars nodig Dus wat je kunt gaan zien is dat de dollar verder gaat stijgen nu. Gewoon een vlucht naar, uh, naar die valuta die iedereen nodig heeft. Dus dat is uh, nu nog positief voor de dollar omdat er gewoon een vlucht is naar, uh, naar, naar, naar die veiligheid. En ook om schulden af te kunnen lossen. Maar langere termijn ga je zien dat, uh, dat meer en meer handel in andere valuta afgerekend zal worden. En dat uh, China zal ook kijken naar hoe ze hun eigen munt kunnen promoten. Dat ze meer leningen kunnen verstrekken in, uh, in Yuan. Bijvoorbeeld aan Afrikaanse landen of aan Rusland. Dus in die zin gaat er wel echt een uh, ja, multipolaire wereldorde ontstaan. Ja. En hoe zie jij dan de toekomst van de euro als munt zijn nu? Ja, dat blijft dan een regionale munt, denk ik, als het bij elkaar blijft. Ja. Want ook uh, daar zijn heel veel discussies over, hè? van uh, hoeveel moet de ECB doen om uh, Italië te redden. Eigenlijk zit het wel een beetje in een soort van een grijs gebied, van eigenlijk de ECB mag niet monetair financieren. Maar wat ze eigenlijk doen is gewoon een garantie afgeven van uh, we gaan voorkomen dat uh, Italië te veel rente betaalt op haar schuld. Ja, maar dat is dan te veel. Dat is dan een politieke keuze van, van Lagarde. Van, uh, hoeveel renteverschil er mag zijn tussen Duitsland en Italië? Dus die gaan gewoon heel veel meer staatsleningen kopen van, uh, van Italië. Maar Duitsland is daarop tegen, toch? Nee, ja, zeker. Ja, ja, die, uh... die Duitsers die zien het wel. Uh, die zien het niet echt zitten, denk ik. Nee. Dus binnen de eurozone kan ook meer wrijving ontstaan. Zeker als de economische uh, vooruitzichten verslechteren. En er tussen landen verschillende meningen ontstaan over hoe we moeten omgaan met Rusland. Nee. Bijvoorbeeld in Hongarije was al, uh, die heeft zich al verzet tegen dat uh, embargo op uh, Russische olie. En die kreeg toen een uitzondering dat ze wel via pijpleidingen mochten importeren. Ja, zo kunnen dus meer van die opstanden ontstaan of meer tegenbewegingen in Europa, die dus de eurozone onder druk kunnen zetten. Dat landen dan zien dat het echt gewoon niet goed gaat. Wat kan zorgen tot politieke en maatschappelijke onrust. Ja, absoluut. absoluut. En wat, kan, wat moet je op zo'n positie doen? Als je, we merken dat er steeds meer onrust komt. Mm -hmm. de euro zal in koopkracht afnemen uh, de energieprijzen blijven die hoog? Uh, ja, dat ligt vooral aan de politiek aan de eigenlijk, politiek. Hè? want uh, die, die gasproductie die loopt wel door en de olieproductie, maar de vraag is van wat gaat de politiek doen? Als handelaren niet zeker weten of ze, of ze hun lading nog wel kunnen financieren of kunnen verzekeren, of dat de routes in één keer anders moeten liggen omdat er een bepaalde sancties zijn, ja dat, dat drijft de prijzen op. Er is er genoeg energie. Wat gaat zich Groningen? Is dat een optie? En dat is zeker een optie. Alleen uh, de vraag is: van uh, dat is leuk voor ons als Nederland, omdat we daarmee onze eigen markt kunnen voorzien. Maar uh, daarmee zijn we niet allemaal geholpen. Zoals de Duitsers, die hebben uh, de helft van hun gas moeten importeren ongeveer. In Italië ook. Die hebben niet zulke reserves. Terwijl Duitsland wel een hele economie heeft gebouwd rondom die, die gasleveringen, goedkope gas. gasleveringen uit Rusland. Dus die kun je niet zomaar bevoorraden met, uh, met LNG. De Duitsers hebben niet eens een LNG-terminal. Uh, aan land, zeg maar, die alleen op zee hebben ze iets. Die hebben helemaal geen capaciteiten voor. Ja. En dan kun je zeggen vanaf Nederland. Maar ja, er zijn de pijpleidingen niet toereikend voor. Dus dat is, helemaal, uh, dat is een heel moeilijk verhaal. Eigenlijk zitten we helemaal vast aan Rusland. En dat proberen we nu te ontkennen. Met een nieuwe beleid, een nieuwe strategie. Maar dat is, uh, het gaat heel veel geld kosten en heel veel tijd kosten. En vooral heel veel uh, verarming uh, veroorzaken. En al deze onderdelen zal zich ook, door, zal ook doorcijpelen in de aandelenmarkt? Ja. Wat, wat kan je nu doen als belegger? Zijnde, als, uh, als je als je vermogen op dit moment wil beschermen? Ja, het is misschien een beetje paradoxaal, maar uh, ik denk dat je nu het ligt een beetje aan je situatie natuurlijk. Want uh, spreiding is vaak het uh, toverwoord. Maar ik denk dat juist nu, paradoxaal genoeg, dat uh, dat wat defensiever, dus richting cash, richting goud, dat dat misschien wel het meest, uh, meest veilige is omdat je daarmee dus, uh, ja, omdat je daarmee kan profiteren van als de markt echt weer gaat kantelen en de deflatie komt. Ja. We hebben ook een, uh, ik heb ook een onderzoek uh, gedaan laatst met een, uh, een grafiek uh, gemaakt van de effecten van de beursdalingen. Dat is de laatste grafiek uit het overzicht. Dan zie je dat, uh, in het blauw zie je dan verschillende beursdalingen van de Amerikaanse S&P 500. Dus dan praat je over een brede index van aandelen. En dan zie je dat elke keer als die beurs flink daalt... dus die hele periode heb ik gepakt van begin tot einde van de daling... wat doet dan uh, bijvoorbeeld goud? Dan zie je dat de goudprijs in de meeste gevallen een klein plusje laat zien... terwijl de beurs dan bijvoorbeeld 20% daalt. In sommige gevallen gaat goud zelfs uh, 20, 30% omhoog. Dus in die zin is het wel een goede hedge gebleken. Ja. En de enige outlier die ik hier heb kunnen vinden was in die begin jaren 80... toen de centrale banken de rente naar 20% verhoogden... en het eigenlijk alles daalde. Toen uh, stonden de aandelen heel hoog en stond ook goud heel hoog. Dus toen werkte de hedge niet. Maar als ik nu de huidige situatie bekijk, die renteverhoging die gaat niet komen, hè, 20 procent. <laughs> dus ik denk, uh, ik denk dat als uh, dit weer zich afspeelt zoals je het nu hebt gezien de afgelopen 30 jaar, 40 jaar, dat goud wel een hele goede manier is om, om te hedgen eigenlijk. Om je vermogen te beschermen ja. tegen die daling. Ja. Want dan heb je nog andere punten die we bespreken over, of punten die we aantippen. Uh, ik denk dat we het meestal al besproken hebben. Als ja? je nog andere vragen hebt. Uh... Nee zeker, alles is duidelijk. Voor mij is het weer duidelijk, we streven dus af op een recessie. Uh, wanneer Wanneer kwam je ongeveer? Kan ik Frank lopen toch een uitspraak laten doen? Uh, nou, in, in Amerika is het, uh, de GDP cijfers die wijzen al op een recessie. Dus dat is twee kwartaal op achter elkaar krimp. In de eurozone nog niet, maar uh, ja, dat zal dan officieel pas in het vierde kwartaal zijn. En dan is de vraag, is het een milde recessie of een scherpe recessie? Nou, zoals het er nu naar uitziet, wordt het een best wel heftige recessie. Met heel veel stagflatie en uh, ja, echt flinke krimp. Maar dat hangt allemaal af van wat, uh, wat de politiek gaat doen met, uh, met, met, met Poetin en met Rusland en met de energieprijzen. Want als dat hoog blijft, die energieprijzen. Je moet niet vergeten, de energieprijzen zijn nu gewoon zeven keer zo hoog als twee jaar geleden. Ja, niet normaal hè. Dus je hebt niet over verdubbeling, maar gewoon zeven keer zo hoog. Dus dat gaat echt wel pijn doen. Ik heb gekeken naar mijn eigen energiecontract als ik het nu moest verlengen, maar dat, dat gaat gewoon bijna keer drie. Ja. Dus heel veel mensen die, die gaan er echt last van hebben. En je kan de prijs niet vastzetten? Nee. Dus je bent ook afhankelijk van de... Ja, dat was wel grappig. Was, uh, de Europese regeringsleiders hadden het plan voorgenomen om, uh, om Poetin te vragen om een maximumprijs. Of om geld bij te passen. Dat de consumenten niet meer betalen dan een bepaalde prijs. Ja, dat is gewoon uh, communisme. Dat, ja. dat je gewoon denkt van ik vind dat energie zoveel moet zijn en wat de markt doet, dat zal mijn worst wezen. Ja, dat is gewoon. Met dat soort beleid uh, gaan we niet de goede kant op. Wordt het eerst wel erger, denk ik. Duidelijk, Frank. Ja. Ik wil je onwijs bedanken. En ik wil de kijker ook onwijs bedanken. Uh, like, subscribe, comment. Uh, laat me even weten wat je in de reactie vindt. En klik ook alsjeblieft even op het abonneerknopje. Uh, als jullie nog andere onderwerpen hebben, hebben die we willen bespreken, laat alsjeblieft even weten. Dan zullen Frank en ik het zeker oppakken in de Gold, in de serie Holland Cold. Legt uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.